Yo, Gianlan hier en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering 14 hier in Canada. Ik hoop jullie een geweldige kerst hebben gehad. Het is namelijk op dit moment 25 december, dus nog steeds eerste kerstdag, maar de video komt pas denk ik op tweede kerstdag of de dag daarna eruit, dus dan is kerst al lang voorbij. Dus bij deze, fijne kerstdag, fijne kerstdagen, fijne feestdagen. En als de video later komt, ja, ik hoop jullie een geweldige kerstdagen hebben gehad. Canada, een mooi circuit. Vorig seizoen waren we er heel snel op. Daar stonden we op P2. En haalden toen ook volgens mij onze eerste podium van het seizoen. En laten we gaan kijken wat het nu gaat worden voor de kwalificatie. Nou, we zijn weer terug bij het circuit Gilles Villeneuve, waar we in seizoen 1 op P2 stonden op de startgrid en volgens mij ook toen naar P2 gingen in de wedstrijd. Dat was in ons debuutseizoen. Nu zijn we in seizoen 2 en hebben we gewoon een slechte seizoenstart. Want in Zandvoort, de vorige wedstrijd dus, als je die hebt gemist, even terugkijken. Klik op het i'tje. Maar goed, terug naar deze wedstrijd. Daar pakten we onze eerste punten van het seizoen, wat best wel teleurstellend was. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. En ja, dat moet gewoon beter. En in Q2 dan inmiddels, want in Q1 stonden we op P3. En in Q2 ga ik proberen om door te komen naar de Mi op de mediumband. Naar Q3 door te komen op de mediumband. Ik hoop dat dat een goede strategie oplevert. Maar je weet maar nooit wat er gaat komen. Komen we aan bij de laatste bochten eigenlijk. En is het een P1 met een 1.9. Sorry, met een 1.8.9. Goed gedaan. En nu volgt dus Q3 dan. Ik hoop niet dat je het vuurwerk op de achtergrond hoort. Ik ga proberen om het weg te knippen. Maar als je het hoort, ze zijn hier gewoon lekker aan het knallen. Wat gewoon niet mag. Maar ze hebben gewoon scheid aan de regels. Ja, dat is hun eigen verantwoordelijkheid. DRS geopend. En het is een P1 met een 1.9.0. Maar Bottas is daar onderdoor gegaan met 42.000ste van een seconde. Jezus, Max Verstappen op 39.000ste en Hamilton op 78.000ste. De top 4 zit gewoon binnen een tiende van elkaar. Dus dat wordt heel leuk voor de wedstrijd. We gaan dus gewoon beginnen voor Career aflevering 14 hier in Canada. We're back once again beside the St. Lawrence River here in Montreal for the Canadian Grand Prix. The event first moved to a variant of this track back in 1978. It was won by none other than Gilles Villeneuve, the first Canadian to ever win his home race, and in whose honour the circuit would be renamed. With top speeds of around 210 miles per hour heading into the overtaking opportunity of turn 13, the 2.7 miles of the Circuit Gilles Villeneuve are some of the quickest on the Formula One calendar. There are 14 corners in total, with 60% of the lap taken at full throttle, and average lap speeds clock in at about 130 miles per hour. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Good job yesterday from Valtteri Bottas, the Finn starts from pole position, and the Professor completes the front row. Looking down the rest of the grid we have Verstappen, Hamilton, Alexander Albon, and Stroll, Ricciardo, Leclerc, Gasly, and Sergio Perez. Kvyat, Sainz, George Russell, and Norris, Vettel, Giovinazzi, Nicholas Latifi, and Roman Grosjean, Raikkonen, Magnussen, De Vries, and Esteban Ocon rounds off the grid. And now it's time to head down. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Nou, we zijn inmiddels bij de grid op P2, medium, soft, medium. Dat is de geplande strategie. We zullen zien of we ons daaraan gaan houden. Maar ja, tijd zal het leren.
Daar gaan we dan voor Career aflevering 14. De lampen zijn aan, we starten vanaf P2 en we zijn onderweg en Bottas is al gelijk wat beter weg. We hebben moeite met de tractie, maar we volgen Bottas gewoon. Blokkeert daar wel zijn linker voorband en Verstappen kijkt daar naar die binnenkant, maar wij knijpen hem daar af. P2 nog steeds van ons, terwijl de componenten zijn beschadigd. Die gaan we, denk ik, misschien in Oostenrijk verwisselen. Dat weet ik zo even 1, 2, 3 niet uit mijn hoofd. Maar Bottas is helemaal weggereden. Het gat is al inmiddels 19e. Ziet hier wel een klein beetje door. Ik weet niet wat er met de gearbox aan de hand is. Momentje overstuur op het gras. En Verstappen kijkt daar naar de buitenkant. En is er niet voorbij, want wij remmen diep en laat. Ja, Jeff zei, ja, we hebben positie gehouden in ronde nummer 1. Dat is niet goed, maar ook niet slecht. Blijf gewoon je best doen. Dat gaan we gewoon zeker doen. Hopen dat er een podium komt, maar je weet maar nooit wat er gaat gebeuren in de wedstrijd. Het is daar geel bij de hairpin. Maar Valtteri Bottas leidt de wedstrijd. Het gat is inmiddels 2,1 seconden. Het gat wordt alleen maar groter en groter. Dus ik denk dat hij weg van ons gaat rijden. Wat wel jammer is, maar ja, daar kunnen we niks aan doen. Hij zet een 1.16.6 neer, Valtteri Bottas. Ronde nummer 2 inmiddels. En wij zijn nog steeds naar P2. Verstappen op de softbanden. Interessant, Lewis Hamilton naar de mediums. Dus dat wordt een interessante strijd tussen onze drieën. Ronde nummer 6 inmiddels, terwijl er heel zwaar vuurwerk wordt afgevuurd. Heel gek dat dat kan. En dat het ook mag in Nederland, terwijl Verstappen naar de buitenkant kijkt. Dus daar kan ik, om die knal kan ik volgens mij niks uit-editen. Dus dat hoor je misschien ook gewoon op de video. Het spijt me daarvoor. Maar ja, dan moet je bij de buren zijn. Verstappen kijkt dan naar de buitenkant en Lewis Hamilton is inmiddels aangedrongen in ronde nummer 6. Banden zien er nog goed uit. IRS ingeschakeld. En Verstappen komt wel dichterbij hoor. Zit net te ver weg. Hij heeft trouwens ook DRS. Iemand duikt nog naar binnen. Dus we zitten lekker goed. Bottas heeft gewoon een gat van 5,2 seconden voor ons. Ik denk dat hij de wedstrijd gaat winnen. Want ja... Het moet wel heel fout voor hem gaan lopen dat hij de wedstrijd niet wint. Ronde nummer 9 inmiddels. En we krijgen het zwaar. Want nu zit Lewis Hamilton bij ons te kijken. Wordt daarna het gras geduwd door ons. We remmen wat later dan de Brit. Ja, want ik wou die deur eigenlijk sluiten. Maar Hamilton propte zich er toch tussen. En Hamilton kan hier gewoon weer een nieuwe aanval wagen. Voor P2. Hij durft hem er niet naast te zetten. Hij moet nog even wachten. Hij duikt ook naar binnen. Of was dat iemand anders? Nee, dat was Verstappen. En Lance Stroll duiken naar binnen. Max Verstappen en Stroll dus naar binnen voor hun eerste stop van de dag. Bottas is gewoon los. Het gat is bijna 8 seconden. Dat is nu inmiddels 8 seconden. En we voelen de druk van Lewis Hamilton. Hamilton kijkt daar weer naar die buitenkant. Zit er weer naast. We remmen wat later. Schieten hier een klein beetje door. Hamilton kan terugkomen. Maar we hebben een betere exit. Bottas duikt nog niet naar binnen. Interessant. In ronde nummer 12. Hamilton duikt naar binnen. Lewis Hamilton gaat een undercut proberen op ons. Dus dat belooft nog wat. De pit window is open in ronde nummer 13. Volgens de strategie gaan we dan naar de softbanden. En we komen denk ik ook naar binnen voor de pitstop. We gaan gewoon met de jongens mee. Vond jij deze video nou leuk? Beloon het vooral met een like. Ben jij hier nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career content. Volg mij ook even op de sociale media, mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Release. En reageer wat er verbeterd kan ook moet worden op de video.
zelf. We komen terug, denk ik, achter Hamilton. Ja, Lewis Hamilton heeft ons geundercut. Dat is jammer. Maar hij zit daar wel klem achter Alexander Albon. Dus dat is wel voordelig voor ons. In ronde nummer 14. Het is inmiddels ronde nummer 15. En daar kijken we bij Lewis Hamilton aan de binnenkant. We zijn er voorbij. En nu moeten we Alexander Albon zo snel mogelijk zien te passeren. En hopelijk dat Daniel Ricciardo ons niet gaat ophouden. Dat zou wel heel erg zuur zijn dat hij dat doet. Dat hoop ik dus niet. Maar stel dat hij het doet, dan zou het best wel pijnlijk voor ons kunnen zijn. We schieten hier een klein beetje door en Hamilton kan gewoon terugkijken. We hebben door dat foutje een slechte exit. Hamilton kijkt naar die buitenkant. We laten ruimte voor hem over. We moeten nog even wachten. Daardoor is Alexander Albon een seconde van ons weggereden. Dus dat moeten wij goed zien te maken. We remmen al een flink stuk naar hem toe. Goed om te zien. Is Bottas al naar binnen gedoken? Nee, maar hij zet wel de snelste race van de nummer, met een 1.12.4. En Albon en Ricciardo gaan door. Interessant. Hamilton heeft ons weer ingehaald. Het was daar even geel. Ik weet niet waarvoor. Maar wij kunnen nu Lewis Hamilton weer terug aanvallen. IRS ingeschakeld. Richmix DRS dus ook ingeschakeld. We moeten nog even wachten. Hamilton heeft een slechte exit. En wij gaan er, denk ik, voorbij. Het is een drekrace. En we knijpen weer Lewis Hamilton af. P6 op dit moment. Goed om te zien. We hebben P6, Albon ahead. The gap is less than a second. They're on old softs. Hamilton is behind you. Ronde nummer 18. En daar kijken we aan de binnenkant bij Alexander Albon. Goed om te zien. We hebben 2 ronden extra fuel tot onze beschikking. Dat zegt Jeff. Voor ons rijdt dan nu Daniel Ricciardo op zijn mediums. Albon kan terugkijken hoor. Albon kan terugkijken. Kijk naar die buitenkant. We raken elkaar. We raakten elkaar, maar geen schade tot ons gevolg. Mooi om te zien. Er is iemand naar binnen gedoken. Ik weet niet wie. We bereiken de pitwindow, wij gaan dus naar de mediumband, zegt Jeff. Ricciardo is gezien. We duwen hem hier iets te veel naar buiten. Sorry Daniel, dat was mijn fout. Ik dacht dat ik dat wel kon doen, blijkbaar niet. Excuseer daarvoor. En Ricciardo is naar P5 gegaan, want Lewis Hamilton heeft die plek overgenomen. Albon naar binnen. Zie ik. Het is 3,4 seconden na Lance Stroll. We zijn in ronde nummer 20 alweer beland. Nog 15 ronden te gaan. Lewis Hamilton kijkt hier voor P3 in de wedstrijd. Het zou toch wel fantastisch zijn als we deze positie gewoon konden vasthouden. Maar we moeten gewoon nog een keer naar binnen. Dus dat is heel pijnlijk. Daar kunnen we niks aan doen. Roger that. Soft tires at the next pit stop. Oh, wat doe ik nou? Ja, ik doe het goed. Sorry. Medium, soft, soft. Dat is het. Medium, soft, soft. Ik dacht soft, soft, soft. Want ik was vergeten dat we op de medium banden waren gestart. Maar we gaan dus naar binnen in ronde nummer 21. Want ik ga het risico niet nemen om nog even 14 ronden op deze banden te gaan pushen. Dat gaan we dus niet doen. En we duiken naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. Russell was naar binnen gedoken. Wij dus naar P3 verwezen. Verstappen zit een 1.12.0 neer. 2 seconden, goede pitstop.
En waar komen we terecht? Ja, achter Ricciardo en achter Lewis Hamilton. Dat is heel jammer. Ah, net voor Ricciardo? Jazeker, net voor Daniel Ricciardo. Mooi. Voor ons rijdt dan Lewis Hamilton. En we rijden op een nieuwer setje mediums dan de Brit, want hij is een ronde eerder naar binnen gedoken. En wij rijden dus ook op de mediums, maar op een rondje nieuwere banden. Dat is goed om te zien. Ricciardo kijkt terug bij ons, maar hij kan niet die aanval doorzetten, want er was geen ruimte. Valtteri Bottas zet een 1.11.9 neer. De snelste raceronde tot nu toe. Ik zie dat er één uitvaller is. Ik weet alleen niet wie dat is. Maar goed, dat interesseert ons eigenlijk helemaal niks. We moeten ons gewoon focussen op onze eigen wedstrijd. Ronde nummer 30 inmiddels. Het gat naar Lewis Hamilton is gewoon 10,1 seconden, dat rijden we niet meer dicht. En Ricciardo kijkt daar naar die binnenkant, is er voorbij. Terwijl Jeff zegt, ja, de turbocharger is bijna kapot. Zorg ervoor dat hij niet verder beschadigd wordt. Ricciardo heeft een klein momentje, zie ik. We moeten daar gewoon even op de rem staan. Maar komen van heel ver, schieten hier zelfs te veel door. Raken Ricciardo. En P6 is gewoon nog steeds van ons. Jammer, maar helaas, we kunnen er niks aan doen. Ricciardo kan niet terug aanvallen, dat is heel goed om te zien. DRS weer geopend, maar dat is gewoon logisch. Omdat er maar één detectiepunt is. Russell zit maar 5,1 seconden achter ons. Het is inmiddels ronde nummer 33 alweer. Het schiet lekker op. Ricciardo kijkt er naar die binnenkant. We laten onszelf zien. Oftewel, we gaan gewoon lekker hard verdedigen. Waarom? Elk puntje is goud waard voor ons team. Ik wil niet als P7 eindigen. Dat zou jammer zijn. Het gat naar Ricciardo is gewoon 1,3 seconden door die mislukte aanval van de Australiër. To teammate behind is 4.6 seconds. They're on old mediums. They're in 15th. Ah, 15. Jammer, George. 1.14.2. Jammer. Daar hebben we dus niks aan. Ik ben heel benieuwd wat de Grote Prijs van Oostenrijk ons gaat opleveren. Hopelijk kunnen we daar wel strijden voor een overwinning of een podium. Helaas hier niet. We vertrokken vanaf P2, eindigen als P6. Een teleurstellende grote prijs, jammer genoeg. Valtteri Bottas wint de wedstrijd. Lewis Hamilton naar P4, Albon naar P5, ontzettend dus naar P6, Ricciardo naar P7, Gasly naar P8. Doet hij goed voor Alfa Tauri. En ik had gewoon iets beters verwacht dan dit. Jammer maar helaas. En dan gaan we ons gewoon lekker opmaken voor de volgende grote prijs. En dat is in Oostenrijk. That's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. They take the checkered flag then here in Canada in what has been another fabulous Grand Prix. So Anthony, what made the difference out there today? I think that smart tyre management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. World Championship.
Championship. Nou, hierbij dan dus de uitslag. Valtteri Bottas wint de wedstrijd. Hij vaart ook een snelste race van de punt. Max Verstappen naar P2. Lance Stroll naar P3. En wij pakken Sebastian Vettel voor P10. Bottas en Verstappen knokken voor het WK. However, in this instance, I was more impressed by Max Verstappen. En Verstappen krijgt driver of the day. Ja, wij helaas dus naar P6, jammer. Nou, daar kunnen we eigenlijk niks aan doen, want we waren niet snel genoeg over de gehele race. En Russell, naar P15. Niet Lance Stroll, George Russell. Nou, we zijn weer terug bij af. Dit was dus de video, mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Heb jij genoten? Beloon het vooral met een like. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Ik hoop dat jullie nog even hebben genoten van de dagen. Van de kerstdagen natuurlijk. Alvast ook nog een gelukkig nieuwjaar. Maak er het beste van in 2021. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Dan gaan we verder in Oostenrijk.